Ja, man. Dag mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Nou, we gaan nu verder met de volgende scène. Dit is mijn outfit. Oh my god. Look at her butt. Oh my god. Look at her butt. Deze oorbellen zijn zo zwaar. Voor mij scheurt heel mijn oor kapot. Waar? Vitamintjes zijn heel belangrijk. Op de rug. Op de rug. Hey! Boxing influencer. Les is best wel rond. Ik verdien trofee. Ik kan hem zoeken naar de grond. Word ik dan jouw B? Goed dat jullie kijken naar een nieuwe video. Les is best wel rond. Ik verdien trofee. Hallo jongens, welkom en leuk. Ja, sorry. Hallo jongens, welkom. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Zoals jullie zien ben ik nog niet klaar met mijn haar en make-up en alles. Maar we hebben nu een doorloop. We hebben namelijk opnames voor de film De Tata's. Bioscoop, ja! Die andere kant. Dan hebben jullie de tekst al heel erg tekst. Hoe doen we dat? Mooi, met deze haren. Kijk, nu wordt er zeg maar gezet waar we staan voor beeld. Want wij kunnen dat namelijk niet onthouden. Nee. Mensen worden altijd boos dat ze op verkeerde plekken staan, dus daarom is het van dat tape wat hij daar op zijn broek heeft gezet, gaat hij dat nu hier zetten. Oh shit, jij bent helemaal nu niet gegeven. Ja, echt hè? Nee joh. Kijk hem, dat is toch sick op beeld? Slow in the dark. Nou, tot zover de doorloop. Ik ga nu even mijn hoofd fixen, want het ziet echt niet uit en het voelt echt alsof mijn pruik op mijn achterhoofd zit. Dus dat gaan we nu even fixen. Yeah. We zitten trouwens in zo'n box voor de make-up en haar en al die dingen. Dan hebben jullie wat. Ik ben echt in love met mijn outfit. Vind je het ook mooi? Ja, ik vind die normaal mooi. Ja. Yes, and look at the heels, guys. Er nog papieren kalfjes. Zo leuk altijd die. Lekkers. Krijg ik ook ringen? Zal ik even zoeken? Nou, zijn nu de laatste puntjes die hier aan zitten. Ik heb Simplace lashes op in Virgin. Dit zijn de meest natural lashes die we hebben. Lijkt gewoon mijn eigen wimpers. En dan gaan we beginnen met filmen, jongens. I love the outfits. Nou, het feestje kan beginnen, jongens. Dit is de set. Sorry? Ik zal me voorstellen, ik ben Maaike en ik ben de stresser. Hallo. Ja, er komt zo meteen iemand met een dienblad, je ziet het al daar, met allemaal gekleurde drankjes. Yeah. Daar zitten, staan drie chocolaatjes, voor jullie alle drie op. Oké. Er zit een soort van dit. Huh? Ja, lekker hè? Nou, we hebben echt 60 keer heen en weer gerend. Nou, we zijn echt 60 keer heen en weer gerend. Ik heb het echt tanto heet. En we gaan nu eventjes veranderen van de set. Dan zijn we klaar op deze locatie. Nou guys, we zijn klaar op de set. Wow, mijn make-up ziet er echt niet uit. Oh, kijk die Kanta hier. Wist je nog toen we in die Kanta gingen? Naar de casino, hè? Ja, kapot grappig. Chevrolet. We gaan nu van Marokkaans eten. Ja man, daar heb ik echt zin in. Want met catering en opnames, dan weet je nooit wat je kan verwachten. Het kan zomaar dat je een of andere droge kip eet of zo. Dus we gaan nu even iets eten. En dan gaan we naar de set. Rechtdoor? Hier dan links. Vlog hè? Dat is ook wat anders man, dit is nieuw voor mij. Ja man. Dag mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Ja, hoe gaat het met je? Nou, hoe gaat het echt met me? Nou, we mogen weer draaien, we mogen weer werken, dus ik ben blij man, ik zweer het je. Ik voel me wel Andy van de meiden man. Ik zweer het je, eigenlijk kan je gewoon een Andy van de meiden opnemen. Vonneke van de mannen. Hè? Snap je, van de meiden, van de mannen. Hm. Ja, nou, dat was een doei. Nou, we gaan nu verder met de volgende scène. Dit is mijn outfit.
En I'm in love with this set. Ik had ook tegen Nicolas, heet hij toch? En hebben meer ik had ook tegen hem gezegd dat deze outfit kon overnemen. En die jurk. Dus als ik klaar ben, dan zijn jullie die kwijt. Ja, maar look at this. Oh my god. Look at her butt. Oh my god. Look at her butt. Nou, oké. Ik zei je ook bij de garderobe. Ze hebben hier echt alleen maar dikke outfits. Hallo, kan ik binnenkomen, schat? Ja hoor. Hey jongens, het is vandaag donderdag. En het is de tweede opnamedag voor de film Tata's. Ik heb mijn haar even zelf geplakt. En een beetje gekruld, want ik vond niet echt dat ze mijn haar mooi hadden gedaan. Dus ik heb het nu even zelf gedaan, zelf geplakt. En dan straks die uitgezakte krullen, dan doe ik die straks maar even opnieuw. Ja, ik ga nu even rijden. Het is lekker in Amsterdam, het is lekker dichtbij. Daar ben ik al blij mee. Dus ik zie jullie straks. Nou, ik zit nu weer in de make-up. We zijn echt midden in een woonwijk. Ik kon het niet vinden, want het was nog helemaal afgesloten hier. Maar we zijn er. Ik ga nu even make-up omhoog smeren. En de lashes in Basic Bitch. Okay. Oh nee, Virgin, sorry. Lashes in Virgin. Heftige ketting. Ga nu naar de set. Nu naar de set. Oh yeah. Yeah. We gaan nu onze OnlyFans opnemen. Camera knal. Ik zeg je eerlijk, mensen op OnlyFans verdienen kapot veel. Ga je doen? Ja, ik zat aan te denken om gewoon voetfoto's of zo daarop te zetten en mijn voet in pindakaas. Nee, mooie. Ja, nee, echt totaal niet. Maar ik denk dat mensen er wel voor zouden betalen. Gaan doen. Ja. Ja, echt hè. Waar moeten we heen dan? Ik weet het ook niet. We zijn nu aan het wachten totdat de set is opgebouwd. De laatste pinch op de i. Deze oorbellen zijn zo zwaar. Voor mij scheurt heel mijn oor kapot. Material girl. Hallo guys. Het is vandaag mijn laatste opnamedag alweer voor de film De Tata's. Ik heb net ook opnames gehad voor GoGo. Dus daarom heb ik een full face beat. Zo noem je dat toch? Een full face beat. Nou, ik heb taco's gemaakt, want de catering was echt niet te snaaien, ouwe. Vorige keer waren het echt van die sompige, doorweekte broodjes met kaas en spinazie. Dus ik dacht van, weet je wat, ik maak gewoon lekker taco's. Het is ook Oussama zijn laatste draaidag. Dus ik zei van, hey, moet ik tacos voor je meenemen? Dus ja, ik ga straks een taste test met hem doen. Hopelijk vindt hij het lekker. Ik ben 10 minuutjes te laat, maar ja, het is toch altijd uitloop. Dus ik denk dat het niet heel erg meevalt. Nou, weet je wat ik ook echt altijd jammer vind? Altijd als ik opnames heb en ik laat mijn make-up door iemand anders doen, is een 9 van de 10 keer gewoon niet mooi. En daarom... Ja, dat heb ik volgens mij al gezegd in deze vlog. Maar ik heb gewoon echt een angst gecreëerd voor mezelf. Dus ik hoop echt dat ze zeggen van, weet je wat? Je make-up zit goed, laat het maar zitten. Maar ik denk het niet. Omdat in alle scènes moet je make-up en je sieraden en alles precies hetzelfde zitten als alle andere scènes. Dus ja. En ik wil ook even zeggen, de laatste tijd gaat het echt super lekker. Oh. Ik was laatst net een beetje depri, omdat ik vond voor mezelf dat alles niet hard genoeg ging. En dat ik vond dat ik voor meer dingen gevraagd moest worden. En ja, ik heb het wel echt gemanifesteerd, want ik heb nu echt een vet druk agenda. Veel opnames, veel andere projecten gevraagd, dus ik ben echt super blij. En wat ik ook nog wil zeggen over de film... meestal als ik word gevraagd om te acteren, word ik altijd gevraagd voor eenzelfde soort rol. Dus altijd een meisje die eigenlijk scheid heeft van alles, mensen uitscheldt. Ja, gewoon dat eigenlijk. Die,
die kenmerken heb ik altijd als ik word gevraagd voor een rol. En het lijkt me echt leuk om een keertje tegenovergestelde te doen van een rol. Dat ik kan laten zien dat ik ook iets anders kan dan dat. Maar ja, ik denk dat het met de tijd komt. Want ja, bij een net schoolmeisje gaat niemand aan mij denken. Ik weet niet wat het is, maar altijd als ik ergens ben, zeggen mensen... Oh, ik dacht dat je... Ik had eigenlijk verwacht dat je arrogant was. Of ik had eigenlijk gedacht dat je echt ruzie zou zoeken met iedereen. Terwijl ik echt totaal niet zo ben. Maar ik denk door... door alles wat er is gebeurd met Fabiola en zo... Dat mensen denken dat ik gewoon echt vet veel agressieproblemen heb. Maar dat heb ik niet. Ik ben echt super aardig, ook al zeg ik het zelf. Ik ga nu even rijden, opletten op de weg en opletten dat ik niet dood ga. Dus ik zie jullie straks op de set. Nou, laatste dagje. Ik had per ongeluk mijn haar gekruld, terwijl mijn haarstijl moest zijn. Dus ik heb je zomaar extra werk nu. En ik mag mijn wimpers ophouden. Yeah! Roll that thing, yeah. Die klas. De gang is boven aan het draaien, jongens. De hele set opgebouwd. Moeten nog even wachten tot we mogen. Ja, we zijn op dit moment irrelevant. Hallo. Nou jongens, samen met Leo. Hij is lekker de fruit aan het kanen. Ik kan jullie om gaan kleden hoor. Vitamintjes zijn heel belangrijk. Ja, wist je dat als je ananas eet dat het goed is voor je zaad en voor je pussy juice? Voor je wat? Voor je zaad en voor je pussy juice. Wat is dat? Oh, nee. Ze zijn al half uur bezig. Dat is echt niet normaal. We gaan weer draaien. We gaan weer springen. Maar de camera is op. It's finally time to shine. We gaan nu even Sandra. 4, 5, 6. Oké. Number 3 we skip. Dit is onze aardige zenderman. Zendermannen. Hoe heet jullie eigenlijk? Ik ben Jumedo. Bas. Bas. Hier op de set. Wanneer komt die vlog uit dan? Als die film online is. Online. In de bios. Dan is hij nu online. Ik ga hier tussen de box. Ja. De zender zetten. Dus je hem hier achter in je akka. Zet je dat dingetje op. Dan kan je gewoon la la la. Kan je praten en dan komt het, de audio. Ja. Mooi verhaal. Lekker kort. Nou jongens. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Ja, je hoort een waterfontein op de achtergrond, maar ik ben niet aan het plassen hoor. Dit is een hondenwaterfontein. Maar ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Mijn vlogcamera is gecrashed, helaas. Dus de laatste beelden die zijn niet opgenomen. Die zijn gewoon weg. Maar 22 december is deze film in de bioscoop. Dus ga hem checken en laat me weten wat je ervan vindt. Of vond, heb je hem al gezien? Nee, dat kan niet, want hij is nog niet online. Nou, in ieder geval, vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En deze video te liken. Oké, doei, love you.